Dames en heren, ik open deze raadsvergadering. Vandaag is het 16 juni. Ik heb een beetje een déjà vu. Ik weet niet hoe u dat bij u voelt. Ik heet u van alle van harte welkom. En nogmaals wil ik alle benoemde wethouders, raadsleden en fractieassistenten een speciaal welkom heten en hen veel succes wensen de komende 4 jaar. We hebben een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balieu. En daarnaast heb ik begrepen dat later aanwezig zullen zijn de heer Sally, mevrouw Hoessein, de heer Rip, mevrouw Koolmoes, de heer Meijer, mevrouw Hogevorst en mevrouw Mees. Vanmiddag hebben we al 2 sessies gehad tussen 2 en 3. Mevrouw Maat komt ook later. We hebben vanmiddag 2 sessies gehad. 1 over de jaarstukken Omgevingsdienst Noordzeekanaal. En een sessie over de jaarstukken Recreatieschap Spaarnwoude. De agenda van vanavond. Tijdens het raadsplein van gisteravond, 15 juni, is de stemming over een 2-tal onderwerpen gestaakt. En dat betreft het voorstel tot voordracht van fractieassistent mevrouw Meekum van de BVNL tot lid van de raadscommissie. En het voorstel tot de benoeming van of de heer Achterberg of de heer Rip als tweede waarnemend voorzitter van deze raad. En het presidium verzoekt u om deze 2 voorstellen op te nemen ter stemming en het toe te voegen aan de stemmingenlijst. Nou, laten we dat dan maar doen. En om 9:45 zullen ze dus meegenomen worden bij de stemmingen. Daarnaast verzoekt het presidium de raad om een aangepaste agenda voor het raadsplein van 23 juni aanstaande. Dat betreft namelijk het ambtsbezoek van onze commissaris van de Koning en het vaststellen van de conceptagenda van het toegevoegde raadsplein van 7 juli. En die willen we graag aan de stemmingenlijst toevoegen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan is ook dat aan de stemmingenlijst toegevoegd. Dan zijn er 2 moties aangekondigd, te weten de motie van de PvdA, SRH, 1 Haarlemmermeer, CDA, HAP en GroenLinks. En ik kijk even naar mevrouw Denis of u die motie wil indienen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, graag. Ik wil daarbij ook nog... Er gaat iets niet goed daar. Ik weet niet wat er hier aan de hand is. Ja, hallo. Ik wil graag ook nog even benoemen dat D66 ook mede-indiener is van de motie. Dank u wel. Heel goed, dank u wel. En dan is er nog een motie vreemd aan de orde aangekondigd door SRH 1 Haarlemmermeer en Forza. En ik kijk even naar de heer Beuzenberg of u die motie wil indienen. Zeker, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Na het afloop van de actualiteitsvragen is er ruimte om ze hier te bespreken met elkaar. Dan kunt u nader toelichting geven en met elkaar het bespreken. Zijn er dan nog verder op- of aanmerkingen met betrekking tot de agenda van vandaag? Niet het geval, dan stem ik hem hierbij vast. Dan gaan we naar het verslag van het raadsplein van 12 mei, het verslag van 19 mei en van 2 juni. En ik vraag u deze vast te stellen in de wetenschap dat kunt u zich vast nog herinneren, erg door de heer Sally graag bekeken, zag dat er iets fout was in het verslag. Die heeft de band afgeluisterd en die correctie is aangebracht, de juiste tekst. En ook een opmerking, een fout, dat door Forza is geconstateerd, is gecorrigeerd. En daarmee zijn alle 3 de verslagen conform wat er is gezegd op die avonden. Kunt u dan instemmen met de verslagen? Dat is het geval. Dan zijn ze bij deze alle 3 vastgesteld.
Dan gaan we naar het vaststellen van de lijsten ingekomen stukken. En dat betreft weken 19, 20 en 21. En de volgende verzoeken om afschriften zijn bij ons binnengekomen. Betreft van week 19, brief 12 en 13 is opgevraagd door HAP. HAP en CDA vragen van week 21, brief 18. En CDA vraagt van week 21, brief 19 en 20. Dat zijn alle verzoeken, dat klopt. Kunt u dan instemmen met de wijze van afhandeling zoals is voorgesteld? Dat is het geval, dan gaat dat als zodanig gebeuren. Dan zijn we nu bij het vragenuur. En daar hebben zich geen insprekers gemeld. En dan ga ik onze nieuwe vicevoorzitter uitnodigen om mij te helpen bij de vragen. Dank u wel, voorzitter. Aan de orde het vragenuur. Zowel de heer Van der Peet van het CDA als de heer Vermeulen van Forza hebben een vraag ingediend met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Ik begin eerst met de heer Van der Peet en ga daarna naar de heer Vermeulen. Dank u wel, voorzitter. Ja, het zal niemand ontgaan zijn dat er ten aanzien van stikstof wat te doen is in het land sinds afgelopen vrijdag. We zijn eerder als raad geïnformeerd over de gevolgen van stikstof op het beleid en eventuele uitspraken van de rechter op ontwikkelingen in Haarlemmermeer op onze inwoners. En wij zouden heel graag willen weten of inzicht kan worden gegeven of de ontwikkelingen die nu in die brieven stonden, die afgelopen vrijdag zijn verstuurd, of die invloed anders wordt. We zien bijvoorbeeld, we maken ons zorgen over de 47% transitiegebied waar de woningbouw in Lissebroek en Nieuw-Vennep-West zijn geprojecteerd. Dus daar horen we graag een antwoord van het college op. De heer Vermeulen met een aanvulling op dezelfde vraag. Sterker, voorzitter, een volledig andere insteek. Want ook wij hebben natuurlijk, zelfs met een beetje ongeloof, kennis genomen van deze stikstofplannen. En wij focussen ons op de agrarische sector in onze gemeente die al sinds de jaren 90 hun uitstoot met 60% hebben gereduceerd. Terwijl het nu blijkbaar een enorm probleem is. En voor heel veel boeren in het land betekenen deze plannen een grote strop. En wellicht is dat ook zo in onze gemeente. En sommige boeren in het land gaan misschien zelfs gedwongen onteigend worden, wat wij onacceptabel vinden. Als lokale partij spreken we ons nadrukkelijk uit tegen deze stikstofplannen. Om terug te komen op het lokale, ook in Haarlemmermeer zijn er dus boeren. Dat zijn die pioniers waar we het altijd over hebben. En ook in het voormalige Haarlemmerlieden Spaar en Wouden waren de eerste en belangrijkste inwoners boeren. Kernen en wijken zijn vernoemd naar voormalige boerderijen. Al jarenlang zijn boeren in onze gemeente van historisch, economisch en agrarisch belang. En wij zijn trots op onze boeren. En dan komt nu onze vraag. Wat zullen de gevolgen zijn van de stikstofplannen van het kabinet voor onze Haarlemmermeerse boeren? En wat is de positie van het college in zaken de plannen? Dankjewel. Dank u wel. U ook bedankt. Laten we met elkaar afspreken dat we echt vragen stellen. Hè? Statements, dat moeten we even zo kort mogelijk houden, want dan kan het college ook daar antwoord op geven. Helder, uw vragen. Ik ga voor de beantwoording op de eerste vraag volgens mij namens het college de heer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. En de tweede vraag zal mijn collega mevrouw Sudé voor haar rekening nemen. Het antwoord op de heer Van der Peet is ja, dat zal effect hebben. We weten alleen nog niet hoe groot dat effect zal zijn en op welke woningbouwprojecten dat precies is. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Zodra we daar meer inzicht in hebben, komen we daar uiteraard bij u op terug. Het gaat niet meer alleen om die stikstof 2000 gebieden. Er is een hele andere berekening die erachter ligt. En dat maakt dat we daar opnieuw naar gaan kijken, maar het zal effect hebben. Ja. Dan ga ik door naar
Portefeuillehouder mevrouw Cedé namens het college. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is jammer dat de vraag niet wat eerder is aangemeld. Want dan kun je veel gerichter antwoorden natuurlijk. Van wat we, om het dan ook ambtelijk kunnen vragen van hoe staat het mee. De plannen zijn natuurlijk nog maar van zeer recente datum. Maar de provincie vindt er wel wat van. En de provincie is al 2 jaar bezig om te kijken van hoe kunnen we nou omgaan met die stikstof. En wat de provincie zegt is dat dit is niet een nieuw begin, niet een nieuw proces. We zijn er al mee bezig. Er wordt nu gekeken naar in hoeverre de doelen van het ministerie overeenkomen met die van de provincie. En daarna gaat de provincie onderzoeken wat haalbaar is en hoeveel geld dat eventueel moet gaan kosten. De minister geeft richting, maar ook de provincie wil uitzoeken hoe dat concreet past in onze provincie. Dat betekent natuurlijk dat de ambtenaren van de provincie en de ambtenaren van onze gemeente contact zullen hebben met elkaar om te kijken hoe we hier nou precies mee omgaan. Daar wil ik graag bij laten, want het is van hele recente tijd. Hè? Dus misschien binnen een paar weken zullen we wel iets meer weten. Prima, dank u wel. Ik zie de heer Vermeulen met een verduidelijkende vraag. Nou, eigenlijk een aanvullende vraag. Dan wil ik heel graag aan de portefeuillehouder vragen of ze ons echt op de hoogte wil houden zodra daar dingen bekend zijn. Zodat we daar misschien als raad ons ook een oordeel over kunnen vormen. Mevrouw Cedé. Ja, meneer Vermeulen, uiteraard doe ik dat. Want het is natuurlijk iets wat ons allemaal aangaat. We maken ons allemaal zorgen over het stikstofprobleem. We zien allemaal onze boeren graag. Dus zodra ik iets kan vertellen wat het effect zal zijn en wat voor plannen er zijn, dan kom ik uiteraard zo snel mogelijk bij u terug. Dan is er nog een aanvullende vraag van de heer Beuzenberg. Ja, dank u voorzitter. En dan zou ik ook aan de wethouder willen vragen of zij dan even uit wil zoeken wat dan eventueel de inbreng van de raad daarover kan zijn. Want ik heb een beetje het vermoeden dat het hele stikstofgebeuren vanuit Den Haag geprojecteerd wordt door heel Nederland. Maar wat voor invloed kan de raad dan uitoefenen op die stikstofplannen? Dat zou ik graag willen weten. Dank Duidelijke u. Vraag. Mevrouw Cedé. Nou, meneer Beuzenberg, ik ga op zoek naar de antwoorden, want ik weet dat niet uit mijn hoofd of er überhaupt de mogelijkheid bestaat voor de raad om daar invloed op uit te oefenen. Als dat wel het geval is, dan laat ik u dat ook zo snel mogelijk weten. Dank u wel. Voor de volgende vraag gaan we naar de heer Kos namens Forza. Ja, voorzitter, dank u wel. Een iets ander onderwerp, maar niet minder belangrijk. Voorzitter. Vorige week verscheen op Facebookpagina van het oude buurtje in Hoofddorp een waarschuwing die meldde dat het gebied rondom het oude raadhuis op dit moment het strijdtoneel is van een agressieve kraai. Deze kraai vliegt passanten en fietsers aan. Wie daar dus op een verkeerd moment loopt, is dus een pechvogel. Op de Facebookgroep Waarschuwingen Hoofddorp en Omstreken werd dit bericht gedeeld, waarin ook inwoners van Pax en Tolenburg reageerden dat daar dezelfde soort dingen aan de hand zijn. Volgens NH Nieuws gaat het om vogels die hun nesten zo eieren en jongen proberen te beschermen. Dus kunnen we er een beetje van uitgaan dat dit mogelijk jaarlijks terugkomt. Gelukkig hebben we al gezien dat er wel al gewaarschuwd wordt met bordjes. Maar ons vraag aan het college is de volgende. Kunnen we verder nog iets doen? In de zin van, kunnen we bijvoorbeeld kijken of we iets voor het broedseizoen kunnen doen? Of is er ergens iemand, een vogelexpert of zo, die ons kan vertellen hoe we hiermee om kunnen gaan? Dat we niet alleen mensen waarschuwen, maar dat ze ook gewoon veilig in de rondte kunnen lopen. Tot zover. Dank u wel. Voor de beantwoording namens het college ga ik naar mevrouw Van der Meij. Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft een deel van de vraag al beantwoord. Het klopt dat het gaat om kraaien die hun niet vliegvlugge jongen, zoals dat heet, beschermen. Dat betreft dus een korte periode waarin die niet vliegvlugge jongen opgevoed moeten worden tot vliegvlugge jongen. Onze polderecoloog heeft in de gebieden waarin melding werd gedaan, en dat is inderdaad het oude raadhuis en rondom het winkelcentrum en Pax, heeft een ronde gedaan door het centrum om te kijken of er echt een bron was. Heeft hij niet kunnen vinden, omdat de vogels op dat moment aan het schuilen waren voor de regen. Maar het is een serieus antwoord. Die vliegvlugge jongen, of die niet vliegvlugge jongen, dat is dus echt een korte periode. Dus eind juni
zou de overlast over moeten zijn. En als u mij nu vraagt inderdaad, wat kunnen we op dit moment nog meer doen, dan is dat niet zoveel. Het is ontzettend jammer voor de pechvogels, zoals u ze noemt. En die wens ik ook beterschap als dat inderdaad iets oplevert. Maar dit is het antwoord. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag van de heer Kos. Ja, bedankt voor de beantwoording. En nog een korte vraag. Had u dit als eerste vraag verwacht in uw wethouderschap? Nou, in ieder geval, als die van een partij kwam, dan inderdaad van Forza. Dank u wel. Dank u wel. Voor de volgende vraag ga ik naar mevrouw Hup van ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Een andere vraag. Onze fractie heeft een vraag over het onderzoek naar ondermijnende georganiseerde criminaliteit binnen vakantieparken. De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geldwit via vakantieparken. Dat staat volgens de Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Volgens de krant hebben criminelen op vakantieparken vrij spel, omdat gemeenten vaak niet goed weten wat ze ermee aan moeten. En daarnaast zouden lokale bestuurders vooral naar de voordelen van toerisme kijken. Wij pleiten dan ook voor een landelijke aanpak, zoals burgemeester Marcouche van Arnhem heeft gepleit. Nou, onze vragen aan de portefeuillehouder zijn dan, hoe staat onze gemeente tegenover een landelijk onderzoek? Verwacht u dat ook wij hiermee te maken hebben binnen Haarlemmermeer? En hoeveel vakantieparken zijn mogelijk gevoelig voor dit soort witwaspraktijken? Tot zover, voorzitter. Mevrouw Schuurmans namens het college. Oh, ik krijg toch het woord. Dankjewel. Dank u wel voor de vraag, want hij is inderdaad zeer interessant om het onderzoek af te wachten en de resultaten tot ons te nemen. Moet ik eerlijk zeggen dat in het gebied waar we het nu hebben over de Veluwe heb je heel veel vakantieparken, ook veel sterk verouderde vakantieparken, die worden vaak opgekocht. En daar gebeurt van alles, met name mensenhandel, er worden heel veel mensen in ondergebracht, arbeidsmigranten onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Dus dat is wel zichtbaar en dat was ook de reden waarom dit onderzoek daar is gestart. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bij ons dat niet heb, hè, dat we echt vakantieparken hebben. We hebben er een paar en die zijn niet grootschalig en zeker niet verouderd. Dus wij gaan, maar goed, het is wel zo dat het onderzoek ons leert hoe je dan de vormen van ondermijning herkent. Naast de meer zichtbare die ik net noemde. Dus wij gaan zeker naar aanleiding van het rapport kijken of bij ons dit ook zou spelen. Nog een aanvullende vraag? Nee, maar wel een dank richting de portefeuillehouder. Ik heb het ook kunnen lezen in het coalitieakkoord dat er echt aandacht aan wordt besteed. Dus daar ben ik heel blij om. Dus dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik voor de volgende vraag naar D66, mevrouw Van de Meeberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Vaak ga ik naar Krukjes en Rijk over de Spieringweg. En je ziet dat daar heel veel woningen zijn opgeleverd bij Wickervoort. Dat is fantastisch. Wickervoort, dat weten we, is min of meer autoluw. Of in ieder geval, er zijn weinig auto's. En dat betekent dat er heel veel mensen, en zeker omdat er nu steeds meer woningen zijn opgeleverd, lopend over de Spiering weggaan. Daar is geen voetpad. Daar is een fietspad met een gestreept, hoe zeg je dat, onderbroken streep. Moeders met kleine kindjes aan de hand en vooral in de schemer is het echt ongelooflijk gevaarlijk. En ik wil echt met klem, en daarom dat ik het ook nu doe en niet schriftelijk, vragen van joh, wat is nu de status, wat gaat er gebeuren? Maar ook laten we alsjeblieft voorkomen dat er vreselijke ongelukken gebeuren. Want zoals het nu is, is het daarop wachten. Voor het antwoord hierop gaan we naar mevrouw Ruigerok namens het college. Ja, dank u wel, mevrouw Van der Meeberg. Ja, dit is een bekende situatie. Ik ben nog voor corona in 2019 al eens eerder op die weg geweest. Ik heb daar toen zelf ook gelopen en ik was ervan overtuigd, dat moet je niet doen. En dat is ook niet de bedoeling dat je daar loopt. Dat is er is geen voetpad. Er is ook geen mogelijkheid om daar een voetpad aan te leggen. Maar het voetpad dat loopt juist door het gebied van Wickervoort zelf, waar de woningen zijn. Dus het is de bedoeling dat mensen daar lopen om naar de N201 te gaan.
We gaan nogmaals kijken van wat kunnen we doen om in ieder geval veel duidelijker te maken waar je wel kan lopen om op je bestemmingen te komen. Dus we hebben vandaag weer contact opgenomen met de projectontwikkelaar. In de nieuwsbrief wordt er aandacht aan besteed. Ook in de buurtapp wordt het nogmaals aangegeven. En we gaan ook kijken of we daar nog eens een keer wat extra aan de bewegwijziging kunnen doen. Maar dank. U ook bedankt. Ik hoor een aanvullende vraag aankomen. Ja, dat heeft u goed gezien. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij om dat te horen. En ook in die groepsapp en aanwijzingen, dat is denk ik al een hele goede stap. Het gaat niet alleen om de bewoners van Wickevoort naar de bushalte. Het gaat ook naar bijvoorbeeld de overkant, waar ook bedrijven zitten, waar ze ook naartoe moeten kunnen komen. Die moeten ook bereikbaar zijn en niet alleen per auto. Dus dat nog even aanvullend. Dank u wel. Mevrouw Ruigrok. Ja, dank. Toen ik daar was, ging het ook over een van de bedrijven. Maar dus als er gewandeld moet worden, dan is toch de bedoeling dat ze door dat woongedeelte wandelen. Want dan kan je daar komen. We hebben daar geen voorziening om daar op dat punt voetpad aan te leggen. Maar het staat op ons netvlies, dus we houden met de bewegwijziging rekening. Het roept toch nog een vraag op bij de heer Van der Peet van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in het debat gisteren kwam Smart elke keer naar voren. Dus ik zou graag ook wel een termijn willen horen waarop in ieder geval, al is het tijdelijk, iets aan die bebording wordt gedaan om die looproute te accentueren. Dus als de wethouder daar iets concreets over kan roepen, heel graag. Mevrouw Ruigrok. Nou, ik wilde wel heel concreet wat zeggen over de app en de nieuwsbrief, want dat is vandaag. Dus dat is sneller dan u de vraag heeft gesteld in ieder geval. En de bewegwijziging, dat zal ik u laten weten. Ik ga ervan uit dat we dat zo snel mogelijk oppakken, maar ik heb daar nu geen datum bij. Dank u wel. Dan gaan we voor de laatste vraag naar de heer Boerman namens GroenLinks. Nu wel, ja. Ja, dank u voorzitter. Van de ene onbereikbaarheid naar de andere onbereikbaarheid. Ik kan thuiskomen denk ik vanavond. Mijn vrouw was vorige week twee keer aangevallen door een kraai. Daar is gelukkig aandacht voor gevraagd, dus daarvoor dank. Maar afgelopen dinsdag kreeg ik een appje van haar om 8:20 en ik zal het even voorlezen. Wat een poepgemeente vandaag. Letterlijk alle routes naar het station zijn geblokkeerd voor de fiets. Bij de tunnels die we altijd nemen en bij de route via de Piratenwijk staat bij het station ook een hek. Gelukkig kun je daar wel langs worstelen. Bij de tunnels zijn mensen hier weg te sturen, helemaal terug en bordjes, ho maar. Tja, en waar is het fietspad gebleven? Bij het energieterrein. Dat is nu groen en je moet via de stoep waar een go-scooter pontificaal in de weg staat. Tot zover de appjes van dinsdagochtend. Daarna kwamen er ook nog van andere inwoners en ik ben zelf ook gaan kijken. Het was dinsdag een drama. Er staat een bord. Het is afgesloten vanaf 14:06. Niemand weet tot hoe lang en waar en hoe. Ik ben vandaag hier gekomen, dus vandaag is beter, geef ik toe. Gelukkig maar. Maar ja, we hebben een station waar 20.000 mensen per dag langs gaan. Die komen vooral op de fiets. Hoe kan het nou weer in deze gemeente zo zijn dat het zo slecht georganiseerd is? Dank u wel. Namens het college mevrouw Ruigrok. Ja, dank u wel voor deze vraag. Ja, ik had hem gisteren ook al gehoord van verschillende medewerkers hier in het raadhuis natuurlijk. Want ja, die gaan ook op de fiets, die gaan ook met het OV. En we herkennen dus dit probleem. En ja, dit is echt een samenloop van omstandigheden waar echt iets niet goed is gegaan. En Murphy heeft hierin meegekeken, want er waren twee omleidingen tegelijk. En die zijn wel goed afgestemd van tevoren, maar niet goed uitgevoerd op het moment. Dus de ene aannemer die was bezig met maatregelen die niet helemaal conform de afspraken werden uitgevoerd. En de ander die was bezig met bekabeling volgens mij. En dus liep het vast. En is dat meteen opgelost vandaag of gisteren al. Dus wat u zegt, u kon vandaag wel komen, dat klopt. We zullen vaker te maken krijgen met omleidingen van fietsen, ook vanwege Hyde Park. En daar zijn we nu echt goed in overleg hoe we dat precies op elkaar afstemmen. Dus excuses dat dit niet goed is gegaan. Wel goed afgestemd, maar in de uitvoering niet goed uitgevoerd. Meneer Boerman met een aanvullende vraag. Ja, laat ik kort zeggen. Ik kon er vandaag komen, maar dat was wel omdat ik langs alle borden fietsen. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Dus het is nog niet helemaal goed in uitvoering, ook nu niet. Mevrouw Ruigrok? Dan zal ik het nog één keer laten checken, maar ik had begrepen dat de ene omleiding afgevinkt was.
vragenuurtje. Dank voor de vragen en ook dank voor de antwoorden. Ik geef het stokje weer over aan onze voorzitter. Met dank, meneer Sidali, voor uw mede-voorzitterschap. Ik ga door met het debat over de moties vreemd aan de orde van de dag. En ik vraag aan mevrouw Denis om de motie in te dienen. Nou, dat heeft u al gedaan, maar nader toe te lichten. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, vanavond ligt voor ons de motie menstruatiearmoede onder leerlingen en studenten. Wij pleiten ervoor om een soort onderzoeksproject te gaan starten op de scholen in Haarlemmermeer. Landelijk treft menstruatiearmoede nog steeds 1 op de 10 vrouwen en daar is de Haarlemmermeer niet van uitgesloten. Het is duidelijk dat er ook signalen uit de voedselbank bij ons terecht zijn gekomen dat zij voorzien in producten, maar niet voldoende kunnen voorzien. En daarom dus ook deze motie. Het recht op onderwijs is iets heel belangrijks. Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn. En op het moment dat je niet kan voorzien in de menstruatieproducten, leidt dat tot verzuim. Om dat te checken wil ik jullie ook vooral verwijzen naar de onderzoeken in de motie. En dat is eigenlijk waar het vandaag over gaat. En ik ben heel erg benieuwd naar een reactie van het college en mijn collega's. Ik ga eerst even kijken of er al een eerste reactie is. Ik zie mevrouw Van der Meep. De heer Achterberg, de heer Vermeulen, mevrouw Elvers. Heb ik dan iedereen opgehaald die wil reageren? En de heer Boerman. Dan ga ik naar mevrouw Van der Meeberg. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook zonder het haakje schoolverzuim is dit een onderwerp waar wij zeer sympathiek mee zijn. Menstruatiearmoede mag wat ons betreft sowieso niet voorkomen. Dus wij steunen het dienen mede in en kijken erg uit naar de resultaten van het onderzoek. Dank u wel. Dank u wel, de heer Achterberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het vond een beetje verwarrend omdat er eerst over een onderzoek werd gepraat en nu blijkt het toch weer een soort pilot te zijn. Deze motie gaat ervan uit dat er een probleem is op scholen als het gaat om het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Wij hebben daar andere signalen over gekregen. Er zijn scholen die dat al hebben. Je kan bij de conciërge kunnen het halen. Er hangen dispensers op bepaalde scholen, op wc's. Daarom kunnen wij deze motie niet steunen, maar we zien wel het probleem. En ik denk ook dat misschien het een beter idee is, zoals mijn fractie vindt dat, dat dat geld beter in geïnvesteerd kan worden in een manier waarop het probleem, zeg maar, zoals die hier wordt gesteld, aan de kaak gesteld wordt. Want op dit moment worden die producten al op scholen verstrekt. In ieder geval op de meeste. Misschien dat zou daar nog wat kunnen gebeuren. Maar het is eigenlijk een oplossing die er al is. Dus in die zin kunnen wij niet meegaan met deze motie. Dank u wel, meneer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik ben het in ieder geval helemaal eens met wat meneer Achterberg zegt. Dus dat bespaart me wat adem. Wat ik verder vind is dat op een gegeven moment trekt zo'n gemeente steeds meer taken naar zich toe. En ik denk dat dat er eerder sprake is van het hebben van smartphone rijkdom dan van menstruatiearmoede. In het leven maak je keuzes. Dat is waar geef je geld aan uit. Bij de meeste Nederlanders staat de smartphone en op vakantie gaan voorop. En daarna komen alle eerste levensbehoeften. Ik zou zeggen, maak de keuze. Een goedkopere smartphone of geen smartphone. En als je geen menstruatieproducten hebt, gebruik dan je smartphone. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Elvers. Excuus, voorzitter. Ik dacht me al aangemeld te hebben, maar ik was weer uitgelogd. Ik hoor een aantal signalen en de VVD geeft aan dat het geen probleem is op scholen. Onze signalen vanuit scholen zijn anders. Wat de fractie van HAP betreft zou zeker iets natuurlijks als menstruatie niet moeten zorgen dat je 1, 2 of 5 dagen niet naar school gaat. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, ongeacht
De portemonnee. En wij krijgen dus wel signalen dat er nog een groot taboe omheen hangt. En misschien niet iedereen naar de conciërge gaat. En niet iedereen naar die displays gaat. Dat kan de fractie van NAP ook goed voorstellen. Dus het is goed als er een onderzoek naar gedaan kan worden. Hoe in samenwerking met de scholen ervoor gezorgd kan worden. Dat dames die menstrueren, jonge meiden die menstrueren, gewoon alle dagen naar school gaan en niet vanwege dit natuurlijke vrouwelijke probleem thuis blijven. Tot zover. Dank u wel, meneer Boerman. Ja, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks vindt het ook een sympathieke motie. Wij zouden daarnaast eventjes graag de opmerking willen plaatsen dat dit natuurlijk een symbool is van een breder probleem en dat is armoede. En dan in het specifiek als we het hebben over leerlingen en studenten, kinderarmoede en gezinsbrede armoede. Ja, volgens mij is in dit soort gezinnen niet de keuze of je een smartphone hebt of niet. Volgens mij is in dit gezin de keuze of je gaat eten of een menstruatieproduct koopt. Vandaar dat wij de motie steunen, maar dat wij er expliciet bij willen benoemen dat dit natuurlijk wel in de context moet worden geplaatst van armoede in de brede zin van het woord. Dank u wel. Dank u. Ik heb de eerste reactie. Ja, meneer Spijker. En ik zie u ook, mevrouw Denis. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook begrepen dat het niet alleen een armoedeprobleem is, maar dat er heel veel jonge dames het kan overkomen dat ze dus niet een menstruatieartikel bij zich hebben. En dan, als je naar de conciërge moet lopen en dan het moet vragen, dat heel veel gêne levert. Ik heb ergens een oplossing in een seniorencentrum en juniorencentrum gezien, waar een kastje stond, heel beschaafd, wat niet opviel, en daar je gewoon de dames gewoon hun artikel uit konden halen. Dus het is breder dan alleen voor de armoede. Het is voor alle dames. Jong en, nou ja, jonger dames. Ik kom zo terug bij mevrouw Denis, maar ik ga eerst naar het college om de reactie te vragen en dan kom ik in tweede termijn, kijk ik nog even of er reacties zijn en dan eindig ik bij u, want u bent degene die hem heeft ingediend. Maar ik ga eerst namens het college naar de heer El Idrissi vragen. Ik moest even uw voornaam, achternaam wennen. Meneer El Idrissi, gaat uw gang voor een reactie namens het college. Dank voorzitter voor het woord en dank ook voor deze motie aan de raad. Nou, we herkennen als college de problematiek die deze motie beschrijft. En in tijden van hoge inflatie komen helaas meer en meer mensen ook financieel in de knel. Het college en deze portefeuillehouder in het bijzonder heeft hier ook aandacht voor. Het college ondersteunt dan ook het idee achter deze motie. En als lokale overheid betekenen we graag ook iets in dit verhaal. Maar samen ook met onder andere scholen, sportverenigingen en jeugdclubs. Vooral waar die jongeren dan ook vaak komen. Echter missen we in deze motie de financiële dekking. En ik zou u ook als raad willen vragen om met elkaar in gesprek te gaan. Om te komen tot deze dekking. En tot die tijd kunnen wij deze motie niet omarmen. Dank u wel. Dan ga ik kijken voor tweede termijn of er een reactie is. De heer Achterberg zie ik nog meer. En mevrouw Denis, daar eindig ik dan mee. Dat is de volgorde. Ja, meneer Achterberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als ik mijn collega's beluister die de motie steunen, is vooral het probleem het taboe en niet de verstrekking van de middelen. Ik hoor meneer Spijker bijvoorbeeld zeggen, ja, dan komen die kastjes te hangen. Er zijn heel veel scholen die dat al hebben. Die zijn er al. Die worden al bekostigd. Dus we gaan het probleem met deze motie niet oplossen. Dus ik wil ook het college oproepen. Ga dan inderdaad kijken welke scholen dat nog niet hebben om ze aan te sporen om dat wel te doen. En geef die 15.000 euro aan de voedselbank, zodat ze die middelen zelf kunnen kopen, als je het toch wil uitgeven. Dus we zien niet met deze motie het probleem opgelost worden. Oké, mevrouw Elvers nog en dan mevrouw Denis. Dank u wel, voorzitter. In reactie op de VVD, het taboe. En dat is ook wat mijn fractie het meeste bezighoudt. En het is goed dat er dus onderzoek plaatsvindt om te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die middelen wel gebruikt gaan worden en gepakt gaan worden. Zodat de dames waar het om gaat
gewoon naar school gaan en ook daadwerkelijk daar gebruik van gaan maken. Want op de een of andere manier is het probleem groter dan dat de middelbare scholen of de scholen op dit moment zien. Zij zien wel een aantal gezichten, dezelfde gezichten bij de kastjes en bij de conciërge. Echter is er nog een groot deel die dat niet doet. Dat is inmiddels ook bekend. Dus het is goed dat we met elkaar gaan optrekken. En ik dank de portefeuillehouder voor zijn reactie, want die financiële dekking, daar zullen we zeker met elkaar over in gesprek moeten. Dank u wel, de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, ik wil nog opmerken dat ik het eigenlijk vreemd vind dat we tot een hele kleine doelgroep dit probleem benoemen. Als er armoede in gezinnen is, dan zal dat ongetwijfeld ook de ouders gelden. En voor zover dan de moeder van het gezin nog niet in de overgang is, neem ik aan dat zij hetzelfde probleem heeft. En waarom wordt zij dan niet geholpen? Mevrouw Denny. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ten eerste even mijn dank uitspreken naar de fracties die de motie ondersteunen. Maar ik wil toch ook nog eventjes reageren op bijvoorbeeld de VVD, die ik net hoor aanhalen van nou, het is er op scholen en er wordt iets aan gedaan. En we zijn blij om dat te horen. En het is goed dat scholen er iets aan doen, maar tot aan vanmiddag nog ben ik benaderd door een groepje leerlingen van de KSH. Meiden die ook onderling het een en ander aan elkaar hebben gevraagd en het speelt. School doet iets, maar het is niet voldoende. En dat komt inderdaad door die schaamte dat je het niet durft te zeggen, want je moet toch langs de conciërge. Daarnaast hoor ik ook vallen van nou, we kunnen ook het geld aan de voedselbank geven. Nobel idee, hartstikke leuk. Maar we zien ook dat de mensen die in armoede leven, die zitten niet allemaal bij de voedselbank, omdat ze bijvoorbeeld net een eurotje of twee te veel verdienen. Dan nog eventjes over, nou ja, over het smartphone verhaal, daar ga ik verder niet op in, want ik denk dat we daar echt anders in staan. En ik ben ook blij dat het college erkent dat er inderdaad een probleem is en dat ze het idee erachter ondersteunen. Nou zijn wij vanavond onder andere bezig met de jaarrekening, als ik het goed heb onthouden. En daaruit is een overschot, dus mijn voorstel is dan ook om het te dekken uit het overschot van de jaarrekening wat anders naar de algemene reserve zou gaan. Dank u wel. Dank u wel. Het is altijd goed te horen dat wethouders ook goede ideeën hebben ingebracht. Maar dat afrondend ga ik kijken naar de tweede motie. Die is aangekondigd. En die is aangekondigd door mevrouw Van... Nee, door meneer Beuzenberg. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, we weten het natuurlijk allemaal, er is een enorm woningtekort en helemaal als het gaat om betaalbare woningen. Deze motie is niet geheel onbekend bij de meeste van ons. We hebben hem herschreven, we hebben nagedacht over hoe we dit op een andere manier kunnen gaan aanpakken. En toen zijn we tot deze motie gekomen. Deze motie roept eigenlijk op om woningen te gaan realiseren, niet als gemeente zelf. Omdat, het kan natuurlijk wel, maar... He, dat was hetgene waar het college en de meeste raadsleden iedere keer over vielen. Woningen te gaan realiseren met een verkoopprijs van 2500 tot 3500 euro per vierkante meter. Dan blijft een woning altijd onder de NAG-grens. Bijvoorbeeld zou dat kunnen door de projectontwikkelaar die dat in Hillegom heeft gedaan. Daar zijn best wel wat betaalbare woningen gerealiseerd. Maar het zou natuurlijk ook kunnen door een projectontwikkelaar die dat project niet heeft gedaan. Dat is de keuze van het college met welk projectontwikkelaar zij dat project eventueel zouden willen gaan doen. Dus ik ben graag benieuwd naar de reactie van mijn collega's over hoe zij hierin staan. Want ja, over het algemeen zijn we het wel heel vaak eens dat er meer betaalbare woningen moet komen. Maar de manier waarop, dat is altijd het vraagteken. Dus hier bij de voorzet, dank u wel. Dan heb ik in ieder geval al een woord gezien, gevraagd door mevrouw Van den Meeberg en mevrouw Wolthuis. Kijk naar mevrouw Van Straten. Nog meer dames? Nee, meneer Boerman? Nog meer? Nee, dat gaan we als eerste naar mevrouw Van den Meeberg. Dank u wel, voorzitter. Ik herinner me goed dat een motie van ongeveer dezelfde strekking al voor de verkiezingen een keer is besproken. En ook toen heeft D66 gezegd, laten we nou eerst kijken, laten we in de opdracht niet al de uitvoering benoemen, want die is echt heel specifiek, maar laten we eens kijken of we het college kunnen vragen om hier een onderzoek naar te doen. Dat zouden wij zeker kunnen steunen, want het is interessant, het is een andere manier van kijken.
En daar zijn we allemaal geïnteresseerd in, kan ik me zo voorstellen. Maar zoals hij nu voor ligt, is hij wat ons betreft te specifiek in de uitvoering. En zouden wij meer hebben aan een vraag naar een onderzoek. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Wolthuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, HAP is voorstander van betaalbaar bouwen. Laat er geen misverstand over bestaan. En ik denk dat elke andere partij die hierna het woord neemt, dat precies hetzelfde zal zeggen. Maar nog belangrijker is het betaalbaar houden van deze woningen. Mijn fractie wil woningen bouwen voor modaal inkomen, maar dan onder de koopgarantregeling. Woningen waar ook geen persspeculatie op kan plaatsvinden en iets waar we ons al tijden hard voor maken. Deze motie roept ook op om contact op te nemen met ontwikkelaar Hillegom. Volgens mijn fractie is dit in Paan, een ontwikkelaar die al eerder voor ons in Beinsdorp, Lissebroek en Vijfhuizen betaalbare woningen heeft gebouwd. En nog steeds actief zijn in onze gemeente. En de prijzen die vernoemd staan in de motie, die zijn gebaseerd op een prijspeil van 2019. En we weten ook allemaal dat de materiaalkosten in de afgelopen tijd enorm zijn gestegen. Dus hoe reëel zijn deze prijzen op dit moment? Omdat het college contact heeft met de ontwikkelaar en omdat we een toezegging hebben dat ze koopgarant woningen gaan bouwen, is deze motie eigenlijk overbodig. Wat ik wel graag hoor van het college is wanneer ze dan met de eerste plannen voor deze koopgarant en betaalbare woningen naar de raad zullen komen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw van Straten. Dank u wel, voorzitter. Nou, ook de VVD komt tot de conclusie dat de meeste van die bullets die hier staan opgesomd al worden opgepakt door het college. Dus wat ons betreft is die ook te overbodig. En er staat één bullet in die wat ons betreft ook veel te specifiek is en over specifieke prijzen gaat. En die is waarschijnlijk niet eens uitvoerbaar. Dus wij kunnen op dit moment de motie niet steunen. Dank u wel, meneer Boerman. Ja, voorzitter, dank. Ook GroenLinks inderdaad voorstander van betaalbaar bouwen, dus graag. We hebben een beetje angst dat je met deze motie een aantal snoepjes van de week gaat bouwen, waardoor je nog meer winnaars en verliezers krijgt. Dat is onze zorg. En ook dat ik wel benieuwd ben, maar dat hoor ik graag van het college, wat dan hiervan de gevolgen zijn als er wordt gesproken over aangepaste grondprijzen. Ik wil andere fracties allemaal alternatieven aandragen. Er wordt genoemd koopgarant. Nou, dat is ook nodig. Dat vinden we ook hard nodig. Maar dat staat natuurlijk niet in de weg dat we ook nog andere manieren kunnen verzinnen om betaalbaar te gaan bouwen. Dus we zijn op dit moment nog sympathiek, maar we willen wel graag van het college weten wat de gevolgen zijn. Meneer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, kijk, we praten hier al zo lang als ik in deze raad zit. Dat is nog niet heel erg lang, maar er wordt altijd heel veel gepraat over de betaalbare woningen die we gaan realiseren. En helaas, het realiseren blijft uit. En als dan een gemeente als Hillegom dat wel voor elkaar krijgt, dan is dat, denken wij, niet meer dan normaal dat je daar eens gaat buurten om te kijken hoe zij dingen wel voor elkaar krijgen die hier niet lukken. En daar roept deze motie toe op. En wat het met de motie is, dat is niet het college verplicht om dat tot in de letter uit te voeren. Maar dat is een leidraad om tot de resultaten te komen. En het is heel mooi dat het college het heeft opgepikt. Dat horen we ook al een paar jaar. Maar we zien niks. Dus het is heel goed dat we nog een keer de druk op de ketel hebben. En dit onderwerp er even vooraan op de agenda zetten. En daarom zijn wij mede-indiener van de motie. Dank u wel, de heer Van der Peek. Ja, dank u wel, voorzitter. Daarop het laatste aansluiten. Ik denk dat het bij iedereen nummer 1 staat. Daar hebben we gisteren ook uitgebreid over gehad. Dus een aantal van die bullets die al in de motie stonden vorig jaar, die zijn inmiddels ook gewoon omgezet in beleid, staan ook in het akkoord. Dus daar zijn we heel blij mee. En ik vind het op zich helemaal niet erg om afstemming te zoeken met andere goede ideeën. Hè. Dat moet je altijd doen. Maar dan is dit nu wel heel specifiek op één. En volgens mij moeten de wethouder wonen RO gewoon zijn ogen open houden. En al dit soort mogelijkheden, waar ze ook in het land zijn, aangrijpen om ideeën op te doen. Ik heb de eerste termijn alle eerste reacties opgehaald, dan ga ik voor een reactie van het college naar wethouder Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. En het college is bekend met het wooninitiatief zoals dat in Hillegom is gedaan. Het is alleen wel zo dat de gemeente Hillegom, het was namelijk grond van de gemeente Hillegom zelf, zeg maar de prijs, hè, die 2000 euro waar u aan refereert, die 2500 euro, het verschil tussen die prijs, dat heeft de gemeente daar zelf moeten betalen. Dat betekent dus dat ongeveer 80.000 of 100.000 euro per woning, dus als je dat op hele kleine schaal doet, dan zou dat kunnen.
Alleen het college heeft ook in haar nieuwe coalitieprogramma opgeschreven dat ze naar vormen wil kijken die dat mogelijk maken. Alleen dan vormen waarbij, en dat gaf Hap ook al aan, bij de markt dat eigenlijk doet. Hè, vormen als koopgarant, koopstart. En ik vind het in die zin dan bijzonder dat juist Fortsa deze motie steunt. Want die was zo tegen overheidssubsidie voor woningbouwprojecten. Dat is precies eigenlijk wat er in Heerlegom is gebeurd. Daar kun je iets van vinden. Maar dat zou je dan wel gaan doen. En die financieringsvorm, daar kijken we niet naar. We zien veel meer ook in de schaalbaarheid bij bijvoorbeeld koopgrant en koopstart. En dan tot slot, Hap vroeg schaf, ja, wanneer kunnen we dan de eerste plannen zien? We hopen in Haarlemmermeer voor de zomer al iets te kunnen vertellen over een dergelijk initiatief. Dus dat is vrij rap. Dank u wel. Dan gaan we naar de tweede termijn. Ik zie de heer Boerman, de heer Vermeulen. Als we daar eens mee beginnen, dan komen er vanzelf reacties. Meneer Boerman. Nou, ik weet niet of het een tweede termijn is, maar mijn vraag was heel nadrukkelijk. Wat betekent dit voor de gemeente als we hier wel mee zouden instemmen? U zegt ja, we gaan andere dingen liever doen. Maar ik denk dat het handig is dat u de raad schetst wat de gevolgen zijn als we deze motie aannemen. Meneer Nobel. Ja, als de motie oproept om het te onderzoeken. We zijn bekend met het initiatief, dus dat kost helemaal niets. Ik heb u zojuist geschetst hoe dat initiatief luidt. Ik heb ook aangegeven dat het verschil, zeg maar, wat bijgelegd moet worden, ongeveer 80.000 tot 100.000 euro per woning is. U kunt zelf ook rekenen, als u dan een aantal woningen doet, om hoeveel geld dat gaat. Dat lijkt het college geen haalbare kaart. Dat is ook exact de reden dat we in het coalitieprogramma hebben opgeschreven dat we gaan zoeken naar financieringsvormen die hetzelfde beogen. Neem bijvoorbeeld koopgarant of een koopstart. Dus waarmee we wel die prijs betaalbaar kunnen houden. De wethouder woonbeleid zal daar ook met beleid komen. En we zijn al bezig met een aantal initiatieven. En ik hoop voor de zomer daar meer over te kunnen vertellen over één van die initiatieven. Dus u wordt op uw wenken bediend, alleen op een iets andere manier qua financieringsvorm. Oké, meneer Vermeulen. Nou ja, voorzitter, ik ben heel blij om te horen dat het college blijkbaar al onderzoek heeft gedaan. En dat ze erachter zijn gekomen dat de financiering op dezelfde manier plaatsvindt in Heerlegom. Als dat we in onze gemeente betaalbare woningen willen realiseren. Namelijk met enorme overheidssubsidies. We gaan er zelf ook nog een keer naar kijken. We houden toch de motie overeind. Als het antwoord luidt wat het net is, dan horen we dat graag. En als het anders is, dan horen we het ook graag. Dank u wel, de heer Beuzenberg. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een concrete vraag dan aan de wethouder. Is het college bereid in de toekomst een onderzoek, of in de toekomst op korte termijn, een onderzoek te laten verrichten om eventueel gronden te onteigenen om sociale en betaalbare woningen toe te staan bij projectontwikkelaars, CQ woningwoekeraars. Hè? Want je praat over het woekeren van woningen, prijsopdrijven van duizenden euro's per vierkante meter. Nou, ik denk dat wij moeten daarmee stoppen. En voor de verkiezingen heb ik alle partijen gehoord, betaalbare woningen, betaalbare woningen. Nou, ik zou zeggen, we zullen u daar de eerstkomende tijd heel erg op afrekenen. Maar de vraag staat, is het college bereid onderzoek te laten verrichten of het mogelijk is en mogelijk gemaakt kan worden om gronden te onteigenen van projectontwikkelaars om te zorgen dat er betaalbare woningen komen. En dan komen we ergens. En dan kan het, dan kunnen wij als raad ervoor kiezen om betaalbare woningen te realiseren. Meneer Beuzenberg, dank voor uw betoog. Ik wil u erop wijzen dat de gewoonte is dat we één woordvoerder per onderwerp hebben. Dus de volgende keer wil ik u vragen u even om te draaien. Dit door de woordvoerder. En dan ben ik van overtuigd dat een net zo vurig betoog, maar dan door de woordvoerder gedaan zou kunnen worden. Dus dank u, voorzitter. Daar heeft u helemaal gelijk in. Want ja. Maar hij moet leren. Hè? Nou ja. Volgens mij ging het prima. Ik ga even kijken naar andere woordvoerders in deze. Nee, dan stel ik me zo voor dat er wellicht nog een reactie. Het kan heel kort zijn, het antwoord is nee. Goed, dat was de vraag, die is beantwoord. Dan stel ik voor dat we ook het debat rondom deze motie, tenzij degene die hem heeft ingebracht, want dat was natuurlijk nu. Nee, dat is het nadeel, dat is de afronding. Wij gaan dan nu afsluiten en dat wil zeggen dat we naar de...
mededelingen gaan. Mededelingen van vertegenwoordigers van de Raad in verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen of andere gremia. En mevrouw Van het Hul heeft aangegeven graag een terugkoppeling te willen doen van het AM Raadsledenplatform van 8 juni, jongsleden. Mevrouw Van het Hul, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, vorige week was een eerste bijeenkomst van het AM Raadsledenplatform. Een eerste bijeenkomst van de nieuwe raden. Een deel van de vergadering stond dan ook in het kader van overdracht. Dat hadden we als vorig raadsledenplatform goed voorbereid. Dus dat heeft zeker geholpen. Waar we het ook over hebben gehad is de manier waarop we onderwerpen behandelen. We hebben voorheen onderwerpen behandeld en konden daar eigenlijk nog niet heel erg veel concrete acties uit voort laten komen. Maar de intentie is zeker, en dat hebben we het naar elkaar uitgesproken, om dat in het vervolg wel te doen. Dus het is mooi om samen met de werkgroep MRA, die sinds gisteren is ingesteld, naar te kijken. Verder hebben we nog een adviesvraag gekregen van de wethouders EZ uit de AM-regio. Dat heet, dat ging over het stuk bouwsteen economisch vestigingsklimaat. Nou, dat is natuurlijk heel mooi dat wij daar een stuk van zien. Maar wij hebben geadviseerd als raadsledenplatform om dat richting de raden te brengen. En dan heb ik ook meteen een vraag aan onze wethouder EZ. Wanneer wij daar wat meer van kunnen verwachten? En tenslotte nog een signaal vanuit het AM Raadsledenplatform. Er was geen bestuurder aanwezig en dat betreurden wij zeer. Maar we denken dat het eenmalig is. Ja, dat moet je even uitleggen, mevrouw Van het Hul, want het is toch een raadsledenplatform? Dat klopt, maar we krijgen altijd een terugkoppeling vanuit de regiegroep. Dat was nu eigenlijk voor het eerst sinds ik daar deel aan neem dat het nu niet was. Dat meegeeft. Ik ga naar de wethouder van Economische Zaken. Dank u wel. Ja, meteen even op dat laatste reageren, want de regiegroep bestaat al zodanig niet meer. We hebben nu een bestuur, MRA. Nou, ik moet even afstemmen. Ik heb morgen MRA-vergaderingen met dat bestuur. Of het dan ook de bedoeling is dat er mensen terugkoppeling geven. Dat ga ik voor u uitzoeken. Maar u vroeg specifiek naar het positioneringsrapport wat binnen de AM-regio is opgesteld. Daar hebben we met de oude wethouders EZ een afspraak over gemaakt van nou laten we dat inderdaad naar de raden brengen. En zo doen dat dat past bij een onderwerp wat speelt in deze raad. En voor ons is dat de brede beschouwing van de werklocaties, waarmee ik graag na het reces naar de raad wil komen. En daar wilde ik dan ook dat stuk inbrengen. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan mevrouw Van het Hul naar aanleiding van haar terugkoppeling? Nee, dan sluiten we ook dit agendapunt af. En dan ga ik zo meteen schorsen. Ik heet u van harte welkom om terug te komen om 7:00. In deze zaal zal dan het raadsdebat zijn van 7 tot 9 met betrekking tot de jaarstukken 2021. En Ratum jaarstukken 2021 ligt dan ook voor. Het zijn twee stukken, zowel de stukken zelf als de wijziging. Dan kunt u van 9 tot 10, ook in deze raadzaal, een sessie meemaken met betrekking tot de aanvraag van het verwervingskrediet, eventuele aankoop diverse percelen in het stationskwartier te Hoofddorp. En van 9 tot 10 is er ook een besloten sessie in de Heijenzaal. En dat betreft een brief aan de Raad, eindconcept vervoerplannen 2023. En ik wil daar een opmerking over maken. Het feit dat het een besloten vergadering is in de Heijenzaal betekent dat wij van u vragen en ook voor alle bezoekers, dus ik kijk ook even naar de bode en de mensen die daarover gaan, dat er dus niemand in de bedrijfskantine, in onze kantine, kan plaatsnemen. Want we zijn nog steeds bezig om isolerende maatregelen te treffen. En tot die tijd willen we om de beslotenheid zo goed mogelijk te waarborgen. Nou, u wordt hier niet het raadhuis uitgezet, maar in ieder geval wel het verzoek om elders plaats te nemen en niet in de kantine, in de restaurant.
Dat met betrekking tot het programma. Ik ga de vergadering schorsen en ik zie u graag terug in een van de sessies.